Het grote nieuws bij Cambuur kwam van de directie. Want daar is het technisch manager Fouke Boy die per 1 januari naar de club toekomt. De oud-speler van Cambuur dat goed begint aan de wedstrijd tegen Den Bosch. Leidt tot de eerste kans. De Belg Schils is het die uithaalt. Maar Cambuur dus uitstekend begonnen. Sipke Hulshoff, vorige week de trainer die de eerste thuiszegen behaalde. En Marinus Dijkhuizen wil dat een gevolg geven met Bartow. Bartow en daar helemaal vrij van Kippersluis. En in de zesde minuut is het 1-0 voor Cambuur Leeuwarden. Volkomen terecht. Want die ploeg heeft zich getoond in die openingsfase. Mathieu met de paas, het is geen buitenspel bij Bartow. En let dan op, van Kippersluis loopt goed door en komt helemaal vrij. En dan is iedereen te laat, ook Biemans kan er niet bij. En dus Cambuur op 1-0. Wanneer gaan we dan wat van Den Bosch zien? Nou, voorlopig niet. Want het is weer van Kippersluis met het balbezit voor de Friezen. Buitenom, Houtkoop. Uitstekend, Houtkoop stond te boek als verdediger. Maar komt dan helemaal voorin. En dit is het schot van Matthias Schils. Voor de tweede keer, hij vanuit de tweede lijn. Moeizaam uitverdedigen. Oppassen dan van Steenvoorde. Dan valt daar Mannes, Mert en Van der Zanden. Maar dan Cambuur weer met het balbezit. Alleen dan heeft Van Delen door dat het foute boel is bij Jurien Mannes. En kijk maar, hij geeft aan, het is over en uit. En dus moet er een wissel komen. Dan is het Daan Boerlage die Marinus Dijkhuizen in de ploeg gaat brengen. Een vroege aftocht voor Mannes. En Boerlage dus als zijn vervanger. Kijk of Cambuur geschrokken is. Vooralsnog niet met Mathieu weer. Mathieu, Houtkoop, Boerlage, je zal het zien. Nee! Boerlage, de invaller. En meteen is die gevaarlijk. Dan Den Bosch dat bovenaan staat in de tweede periode met 6 punten uit 2 wedstrijden. Samen met NEC en Eindhoven. Hier Mohamed Mert, die probeert het. Maar de goede redding is er van Erik Cummings. Mert die zijn opleiding genoot bij Genk. Nog even in IJsland speelde. En uiteindelijk terecht kwam bij FC Den Bosch. Hier is hij weer, Mohamed Mert. Mert, goede beweging. Mert... En wat een goed schot. En dan ziet Cummings er niet helemaal goed uit. Maar is dit wel de gelijkmaker voor Den Bosch. In de slotfase van de eerste helft mag die van heel ver komen. Mohamed Mert. En is Cummings kansloos. En is dit het feestje in de rust. Bij de gelijke stand van 1-1. Tweede helft dan. Met Van Delen. Ingeleverd bij Vossenbelt. Mert, kijk eens. Hoe gemakkelijk die voetbalt. Goeie paas. Mert met Blummel. En daar Blummel naast het doel van doelman Cummings. Boesse ziet dat het goed gaat met Den Bosch. In tegenstelling tot het begin van de eerste helft. Waar het vooral Cambuur was dat de boventoon voerde. Hier Van Delen. Dus een overtreding van de Winden. En de vrije trap voor Cambuur. Van Kippersluis. Van Kippersluis en dan, jawel, Steenvoorde. Meegekomen voor deze situatie aan het front. En hij met de voorsprong voor Cambuur Leeuwarden. Prima hoe hij met de buitenkant van de rechterscheen hem eigenlijk binnentikt bij Heemskerk. Mathieu met de invaller. Roberta. Die kwam voor Van der Laan. Kaars, ook hij de invaller. Daar is het weer, Mohamed Mert. Mert kijkt, ziet en dan vindt hij het hoofd van de verdediger Robert Schilder. En die zorgt voor de gelijkmaker. Tegenvallen voor de centrale verdediger van Cambuur Leeuwarden. Een eigen doelpunt. En Den Bosch dus weer langs zij. Maar de actie is weer van Mohamed Mert. Voorzitter, dat anders wel bij Kaars gekomen. Nu zit Schilder ertussen en is het weer gelijk. Mert weer met de actie. Hij die eigenlijk alles inleidde in aanvallend opzicht voor Den Bosch. Dit is de voorzet. Oh, wat een geweldige reactie van doelman Cummings.
op de inzet van Van der Zanden. Maar verder komt het niet meer. Dijkhuizen speelt gelijk tegen FC Den Bosch. Het wordt 2-2 in Leeuwarden.